zesde zintuig gaan we op zoek naar het best ontwikkelde zesde zintuig van Vlaanderen. Het eerste seizoen werd gewonnen door Jacqueline. Ah, echt zo, een verringen in mijn nek. In deze bijzondere zoektocht worden mensen die beweren over een speciale gave te beschikken getest in allerlei proeven. Vorig jaar kaapte Sylvia de overwinning weg. Ook dit jaar maakt één iemand kans op deze opmerkelijke titel. Wie heeft het best ontwikkelde zesde zintuig van Vlaanderen? Meer dan 100 mensen schreven zich in voor deze curieuze zoektocht. En wij nodigden vandaag 25 van hen uit hier in het kasteel van Blier. Het kasteel van Blier ligt vlakbij Durbuy, in een vallei met vele legendes en mythes. Men noemt ze zelfs de vallei van de duivelse driehoek. Hier worden 25 kandidaten die denken een zesde zintuig te hebben, onderworpen aan allerlei proeven. Alleen de 12 die het best scoren, strijden na dit selectieweekend verder voor de eindoverwinning. Welkom bij het zesde zintuig. De eerste kandidaat die op het kasteel aankomt, is Michel. Deze is materiaal waar ik persoonlijk zelf heel veel mee werk. Dat is mijn ghost box. Daar steek ik allemaal materiaal in voor contact te kunnen leggen met overleden. En ik ben een ghost hunter. De volgende kandidaten zijn Johan en Lisbeth. Zij zijn zowel in het paranormale als in het echte leven een koppel. Dag. Hallo. Ja. Ik ben Johan. Ik ben Michel. Aangenaam. Lisbeth. Dag Lisbeth. Dag Sylvie. Michel. Michel. Lisbeth. Lisbeth. Johan. Sylvie. Johan. Oh. Zolder. Ja, zo. Je ziet wel zicht, jongen. Fantastisch. Ja. Als je volgens de Inca-tradities gaat, dan heb je mamitas en papitas hier. Ja, geen tegenwikkelde termen bij mij. Ah, maar nee, maar dat zijn de geesten van de bergen, hè. Ah, ja. Interessant. Ja, hè. Ja. Avond. Goeiedag. Ik ben Sofie en ik heb mijn dochter Eline meegebracht. Nee, nee. Oh, toch? Nee. Anette? Vader en dochter? Ja. En dan? Dat is duels. Duels, ja. Ja, ja. Duels. Sterke duels. Zo, we moeten afwachten. Ja, ja. Ik ga gewoon 100% mezelf proberen te geven. En ik hoop ook een beetje op hulp van hierboven. Ik heb een geluksbringer meegebracht. En ik hoop dat hij mij ook een beetje gaat steunen. Als ik het moeilijk heb of zo. Niet uitgenodigd, maar toch aanwezig zijn de weergoden. Zij dwingen de kandidaten al snel hun toevlucht te zoeken tot een van de vele kasteelzalen. Ik voel iets. Ja, dat is met mijn dingen. Ik ben aan het aftasten. Hè. Ik kan de locatie aftasten. Hè. Maar ik heb een goed gevoel bij hier. Ik denk toch iets die je het aan gaat meemaken. De kandidaten ontmoeten elkaar voor het eerst. En vooral Gerrie-Anne heeft zo haar eigen methode om ervoor te zorgen dat iedereen haar snel bij naam kent. Hoe is je naam, Lisbeth? Gerrie-Anne. Aangenaam. 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 Aangenaam, Christel. Michel, aangenaam. Aangenaam. Aangenaam, Shana. Wat is je naam, alsjeblieft? Geertje vrouw. Hoe is je naam? Mijn naam is Els. Aangenaam, Els. Mijn naam is Gerrie-Anne. Dag Gerrie-Anne. Sylvie, aangenaam Sylvie. Mijn naam is Gerrie-Anne. En ik. En die heb ik al eens op tv gezien. Annick, of ergens aan een lijn, ik weet het niet. Maar ik heb je al even gezien. Zou dat kunnen? Ik heb u gelaten van mij bekend. Voorzicht, uw naam nog eens? Annick. Annick. Oké. Dames, beste. Ja, jij ook, hè? Goedemiddag, allemaal. Goedemiddag. Jullie zijn nu nog met 25. Na dit weekend zullen jullie nog met 12 zijn. Maar één van jullie wordt
de opvolger van Sylvia, onze winnares van vorig jaar. Zometeen mogen jullie hier in het kasteel een kamer gaan uitzoeken, een bedje voor de nacht. En dan zie ik jullie straks terug voor de eerste test. Shana en Eline zijn de jongste kandidaten. Zij delen vannacht een kamer. Dat is mooi. Ja, amai. Moest je zo'n prinsessen zijn. We zullen dan eens laten zien dat wij ook als jongsten iets kunnen. Hè? Wie weet, we spelen wij wel de finale tegen één of zo. Stel je voor. We zullen er wel een lap op geven. Dan komen we van veer. Allemaal vier mannen beginnen. Misschien is het wel eens tijd dat eens een man bindt, hè? Ja, iedereen heeft zijn gaven, iedereen gebruikt andere middelen, hè? Zou jij gebruiken? Ik weet niet, jongen. Ik heb kaarten bij. Ik heb onze lieve vrouwtje bij. Dus we zullen zien wat het de gidsen kon zeggen, hè, in principe. Ik kon eigenlijk gewoon, ik kon puur op mijn gevoel af, eigenlijk. Maar ik ben aan het vragen tussen mijn dingen, tarotkaarten, mijn geesten, mijn spirituele gidsen. En dan misschien waarschijnlijk mijn engelenkaarten. Ik heb mijn lieve vrouwtje mee, waar ik eigenlijk een hele pact mee gesloten heb, al zoveel jaren geleden. En die neem ik eigenlijk overal mee. Mijn pendeltje. Dat is voor te zeggen, ik heb mijn pendeltje en ik bezig dat ook eigenlijk. Dus. Heb je dat al gezien? Mijn pendeltje. Ik heb mijn boekje bij. Je kunt je leven elen. En ik heb ook blaren van mijn boom bij, die ik van de morgen heb geplukt om mij te beschermen. Dus ik geloof in de kracht van de natuur. Zeg, als ze content zijn, ze. Vroeger als kind, toen heb ik een hele tijd eigenlijk een boosaardige entiteit in mijn deuropening zien staan. Mm-hmm. En die stond zo altijd als een vrouw en die stond altijd heel heksachtig, geniepig naar mij te lachen. Kunt je gewoon niet bewegen. Jij bent wandeld tot mijn 8 jaar, dus als je me een keer ziet vertrekken... Je bindt ze gewoon vast. De sleutel in de decolleté. Je bindt ze gewoon vast. En dat is een klauwtje in bars. Ik vind dat heel... Heel leuk. Ik voel daar enorme positieve energie bij. Ja. Dus dat dat mij echt helpt. Ik denk wel dat u echt geluk gaat brengen. Ja, ja, ik voel dank dat u wel. Ja. In de torenkamer van het kasteel slaapt het koppel Johan en Lisbeth. Een torenkamer. De slaapkamer met opening naar de hemels. Hè. Oh. Dat komt niet goed tenacht. Geen enge geesten. Geweldige kamer. Onze kandidaten zijn gewone mensen zoals u en ik. Gezin, schoolgaande kinderen, een job. Maar één ding maakt hen natuurlijk heel bijzonder. Ze zijn er met z'n allen rotsvast van overtuigd dat zij een speciale gave hebben. De kandidaten menen bijvoorbeeld dat zij veel beter dan iemand zonder zesde zintuig andere mensen kunnen aanvoelen. En dat wil ik nu uitproberen in de eerste test van dit selectieweekend. En die eerste test draait rond Willy, een doorgewinterde bergbeklimmer. Willy worstelde zich naar de 7 hoogste bergtoppen ter wereld, waaronder de majestueuze Mount Everest. Dag Willy. Hi. Jij bent de eerste op wie de kandidaten zo meteen hun gaven mogen loslaten. Maar je bent niet de eerste, de beste. Hè? Jij bent een van de 5 Belgen die er ooit in geslaagd zijn om de 7 hoogste bergtoppen van de wereld te beklimmen. Ja. Dat is eigenlijk de droom van elke bergbeklimmer, dus alles even te doen. Willy, zo meteen moeten de kandidaten aanvoelen wat jij allemaal gepresteerd hebt. En daarvoor heb je niet alleen je stoere zelf meegebracht, maar ook een aantal voorwerpen. Eerst en vooral de edelwijs. Edelwijs dat ik dus gevonden heb in de Alpen in Zwitserland. Ik heb een foto bij van op de top van de Everest. Nog een steen van de Everest zelf. Als laatste heb ik dus nog een ketingsje. Dat heb ik 30 jaar geleden van mijn moeder ontvangen. En heb ik telkens altijd meegenomen naar alle bergen, alle 7 summits. Wil ik stel voor dat je dan plaatsneemt hier op deze paarkruk. Ja. Voelde daarnet bij het handdrukken dat je 2 vingers mist? Een klein souvenirje van op de top van de Everest. Dus heb ik een grote fout gedaan. Dus op de top zelf was mijn batterijplat van mijn fototoestel. Ik heb mijn reservebatterij genomen. Ik heb mijn handschoenen uitgetrokken. En op die tijd, 20 minuten, 25 minuten, dus waren mijn vingertoppen bevroren. Is dat voor dat de kandidaten die hand niet mogen zien, dat je dit bordje vasthoudt? Ja. Willy, heel veel succes. En de kandidaten die kunnen hun bevindingen noteren op dit antwoordformulier. Zo dadelijk in het zesde zintuig.
Ik voel een actief persoon. Ik heb het gevoel dat hij hem heeft geklommen in de bergen. Ik kreeg er juist iets binnen van bergbeklimmen. Vijfentwintig kandidaten nemen deel aan het grote selectieweekend van het zesde zintuig. Hun eerste grote test gaat over Willy. Hij beklom de 7 hoogste bergtoppen ter wereld. Hij bracht 4 voorwerpen mee. En de kandidaten mogen zowel Willy als zijn voorwerpen aanvoelen. Ik voel hier heel zeker iets in zitten van de natuur. Het kan een pluim zijn of een stukje van een meteoriet of zoiets. Voor mij is dat een foto waar de dood op staat. Als ik hier aan voel, voel ik vooral fysieke pijn. En het lokaliseert zich allemaal in één been. Ik denk dat het op een plaats lag waar er eens een persoon is overleden. Wilt u even uw hand uitrekenen, alsjeblieft? Ik voel gespannenheid, een actief persoon die vitaal is en die zowel geestelijk als lichamelijk bezig bij is. Wat voel je nu als je aan de foto komt? Ik heb het gevoel dat hij een vroeger heeft geklommen in de bergen of zoiets. Dat is hoe ik het aanvoel. En hoe komen die dingen nu tot jou allemaal? Want ik zie dat je een veer bij hebt. Mm-hmm. Helpt die veer jou? Die veer is voor mij symbool eigenlijk om zelf in een vogelperspectief een hoger aanzicht te krijgen op een geheel. Zoals een vogel kan blijven kijken en meer overzicht heeft, helpt deze veer mij om op een hoger perspectief dingen gaan te bekijken. Ik ga je dan rustig, hè? Dankjewel. Dankjewel. Ik voel ik juist iemand rennen, weglopen en echt vluchten van angst. Een persoon die eigenlijk echt psychopathisch is, die daarachter zit te lopen om die andere persoon eigenlijk uit te moorden. Mensen met een zesde zintuig spreken vaak over een aura. Een aura is een soort energie die wij allen zouden uitstralen. En ze menen ook dat ze uit die energie alle mogelijke informatie kunnen halen. En dus zouden ze, zo denk ik dan, ook de band tussen twee mensen moeten kunnen aanvoelen. Al helemaal als die band iets te maken heeft met een tragische gebeurtenis. Haiti, 12 januari 2010. Het kleine eiland wordt getroffen door een krachtige aardbeving. Meer dan 200.000 mensen komen om het leven. Het Belgische hulpteam BIFAS is het eerste internationale hulpteam ter plaatse. Onder hen ook 2 verpleegsters, Miriam en Annemie. Dag Miriam. Hallo. Hi. Annemie. Dag. Hi. Jullie zijn collega's van elkaar, maar niet zomaar collega's. We gaan elkaar leren kennen op de aardbeving van Haiti als we de noodhulp daar gebracht hebben, samen met BIFAST. Noodhulp zeg je, maar wat hebben jullie daar precies gedaan? We hebben een veldhospitaal opgestart en we hebben gewonde patiënten verzorgd. Veel kindjes waren eigenlijk gewond. We zijn dan uiteindelijk ook naar de weeshuizen gegaan om de kindjes medisch te evalueren die mee gingen gaan voor adoptie naar België. De kandidaten moeten zo meteen proberen jullie band aan te voelen, wat jullie samen hebben meegemaakt. Jullie zijn natuurlijk hier aanwezig, maar jullie hebben ook nog een foto meegebracht, hè? Ja. En het is een foto genomen in Haiti. Ja, samen in actie. Goed. De foto gaan we in een gesloten enveloppe steken, zodat de kandidaten die natuurlijk niet kunnen zien. Voilà. Heel veel succes. Dank u wel. De zesde zintuigproeven worden afgelegd in groepjes van 5 kandidaten. Aan hen om de speciale band tussen de 2 verpleegsters aan te voelen. Vriendschap.
Ik voel dat hij een koud gevoel bij die twee dames dezelfde plaats. En ik denk dat ze een orgaan gemeen hebben en ik denk de nieren. Sorry. Ik zie dat jij op je kouste voeten loopt. Ja. Waarom doe je dat? Eerst en vooral had ik een beetje pijnlijke voeten van mijn laarzen. Maar ook voor een betere aarding. Dus dat wil zeggen, diep ademhalen. En dan voel je de energie naar plaatsen gaan waar het nodig is. En dan ben je goed geaard. Dan ben je goed geaard. Dan ben je goed bezig. Zeg, en ben je goed bezig? Wat heb je opgeschreven? Ik zie eerder als collega's dan als familie. Maar... Oké, en wat voor soort collega's? Wel, ik had zo doorgekregen, zo verzorgingssector of ja, verpleegsters of iets met kinderen. Maar in ieder geval zorg draaien voor anderen. Maar ja, kan verkeerd zijn ook, hè. In de tuin van het kasteel probeert een volgend groepje kandidaten het heroïsche verhaal van bergbeklimmer Willy aan te voelen. Ik hoor jou zuchten. Dat klopt. Ik voel hier een zware energie. Ook emotioneel enorm. En ik heb het gevoel dat er iets te maken heeft met mijn vrouw, geliefde, die heen gegaan is. En ik voel ook twee kindjes. Oké. Maar ik kon nog beter wat dieper invullen, maar ik denk dat ik er praktisch erop zit. Oké. Succes nog. Dank u. Voor ze hun zesde zintuig op de proef stellen, komen Martien en Ghost Hunter Michel elk op hun manier tot rust. In het mediumschap, als je dingen ziet, wilt gaan vastleggen of iets wilt gaan doen, is het wel heel belangrijk dat je je eigen gaat openzetten. He? Dat je kanaal, chakras, dat allemaal in zijn evenwicht, toch iets of op zijn evenwicht komt. Hopelijk voor Michel heeft de meditatie geholpen. En kan hij de band tussen verpleegsters Miriam en Annemie achterhalen. Sorry. Stoor ik je? Nee. Nee. Want je stond daar zo bij je ogen toe. Ja, ik ben me aan het concentreren op je foto. Oké. En wat denk je dat er op de foto staat? Ik zie een kring met kinderen. En deze mevrouw zie ik in het midden. En wat is de band van de twee dames dan? Samen een band hebben en die samen moeten werken. En volgens mij werken ze samen voor de een en dezelfde werkgever, ik zou zo zeggen. Dat ga je opschrijven dan? Ja. Dat is goed. Oké. Ja. Ook enkele andere kandidaten proberen tot rust te komen. Gerrie-Ann zoekt daarbij toenadering tot de bomen van het park. Het gebed dat ik alle dagen zeg, is ik ben die ik ben. Ik ben die ik was. Ik ben die ik ooit zal worden. Ik ben diegene die ik altijd ben geweest. Op dat bepaalde moment geboren uit liefde. Ik ben de enige, unieke, sublieme. Mijn naam is Mens. Alsjeblieft. Ondertussen focust Nicole zich op de foto van bergbeklimmer Willy op de top van de Mount Everest. Dat is heel raar. Ik kreeg er juist iets binnen van in de bergen bergbeklimmen of een gebergte. En ik denk dat dat te maken heeft met die man die zijn sport beoefende. En vanaf het moment dat ik de foto aanvoelde, was het meer zo van bergbeklimmen. Sorry, mag ik even vragen, wat voel jij bij deze dames? Bij deze dame voel ik eigenlijk een blijdschap, een goed gevulde buik. Een goed gevulde buik? Ja, ik voel eigenlijk een goed gevulde, leven in de buik, ik zal het zo zeggen, leven in de buik. Een kindje dan? Een kindje, ja. En waarom denk je dat? Dat is, ik denk niet, denk ik. Je voelt dat? Ja. De dame zei een goed gevulde buik. Ja, dat klopt.
Ah, je bent zwanger? Ja. Oh, dat wist ik. Ik ben 3 maanden zwanger. All right. Ja. Oké. Okay. Voor hij aan zijn proef begint, heeft Kevin zich even afgezonderd in de tuin. Mijn vader is overleden toen ik 10 jaar was, eigenlijk, aan een hartaderbreuk. Ik geloof ook in geesten eigenlijk. En ik probeer contact te krijgen met mijn vader en durf ik te vragen voor elk mensenbied in de opdracht. Ik probeer mij die informatie door te geven. Dat alles tot een vlot einde kan komen. Zo eigenlijk. En meestal helpt het ook wel. Mag ik even meekijken wat jij hebt opgeschreven? Of vertel het mij misschien maar. Tuurlijk. Ja, ik denk eigenlijk... Ik probeer een beetje van zijn ogen te lezen. En wat lees je in zijn ogen? Vriendelijkheid. Rust. Dat lees ik in zijn ogen. En wat lees je in mijn ogen? Schoonheid. Ah. Nee. Sorry. Mag ik maar rustig verder. Excuseer. Ik voel wel echt als een sportieve persoon aan. Misschien biljart of tafeltennis. Ik voel het niet zo heel direct aan. In de test met verpleegsters Miriam en Annemie doen de laatste 5 kandidaten ondertussen hun ding. Ik zie veel mensen rond u op in je job. En ik denk dat ook op die manier is dat jullie elkaar kennen. Ik zie ook op hetzelfde werkterrein. En ik zie jullie bezig met mensen en mensen helpen. Alle 2 vier begaan met andere mensen en het helpen van andere mensen. Ja, ik durf het bijna niet zeggen, maar ik denk dat ze met de verpleging te maken hebben. Proeven van de eerste dag zitten erop. De getuigen Willy, Miriam en Annemie kunnen nu volop de resultaten evalueren. Alleen de 20 beste kandidaten mogen in het kasteel blijven. De rest moet zijn koffers en zijn 6e zintuig inpakken. Zo dadelijk in het 6e zintuig. Het was een hele lange dag. Spijtig genoeg zal die niet voor iedereen even goed aflopen. De eerste reeks testen zit erop. De getuigen Willy, Miriam en Annemie hebben hun punten toegekend. Voor de 25 kandidaten is het nu bang wachten op het verdict. Beste kandidaten, het was een hele lange dag. Spijtig genoeg zal die niet voor iedereen even goed aflopen. Enkel de 20 kandidaten die vandaag op de test het beste scoorden, mogen morgen verder gaan. Voor de 5 anderen is het 6e zintuig vandaag al afgelopen. De eerste persoon die ons vanavond moet verlaten is... Claudia. Ik wist het wel. Ik heb ook geen goed nieuws voor Marleentje. De derde dame die ons moet verlaten, Lisbeth. En we nemen ook afscheid van Shana. De overige vrouwen die mogen voorlopig even relaxen. We zijn nu toe aan de mannen. Dat is er maar één. En dat is Thierry.
De 5 mensen die naar huis moeten, mogen afscheid nemen van de 20 overblijvers. Ik dank jullie heel erg voor jullie deelname en wens jullie wel thuis. Doei, man. Ja, spannend. Ja, man. Ja. Ik vind het wel tof dat er toch maar één van ons weg is, hè. En dat jij nog veel mogen. De 5 afvallers vertrekken naar huis. De overige 20 kandidaten kunnen opgelucht ademhalen. Voor hen gaat het selectieweekend verder. Maar misschien hadden ze dat zelf wel voelen aankomen. Ik was nog iets verwachten op het einde van de avond. Maar niet dat er nog 5 nu al gingen afvallen. Nee. Nee, ik dacht ook morgen alles in één keer. Ja, nu zijn er nog 8 die af moeten, hè. Ik denk dat we gaan goed slapen, denk ik. Ja, heel goed slapen. De eerste dag zit erop. Goed, hè? Goed, hè. Ik kan ook, hè. Voor Johan wacht er een eenzame nacht zonder zijn vriendin Lisbeth. Afscheidsbrief van mijn lief. Slaap wel, schatje, en nog veel succes morgen. Dus we gaan er een lap op geven morgen, hè. Alleen spijtig dat ze niet meer bij is. Liever met 2 doorgegaan. Trek jij aan de vloes? Hier. Ja. Zeg, slaap je wel. Iedereen gaat slapen. Maar voor ghosthunters als Michel is de nacht een prima tijd om contacten te leggen. Ik ga contact leggen met de ene zijde. Via radio. Ik ga eerst aftasten. En ik ga u een signaal geven naar de entiteiten toe voor contact te leggen. De reden dat ik aan ghost hunting doe, is eigenlijk begonnen met het overlijden van mijn moeder. Het onderzoek voor geesten te gaan oproepen en contacten te leggen met de overledenen. Contact die ik nu ga leggen is onbekend. Wie, ik weet het niet. Maar dat gaan we wel voelen en horen. Hallo, ik zou willen vragen, hoe is uw naam? Ik zou willen vragen, kunt u mijn naam zeggen? Ik dank u. Ik heb van alles eigenlijk gehoord. Zo een beetje scheldwoorden ook. Mijn naam heb ik echt niet gehoord, maar ik heb wel een mie gehoord. De volgende ochtend. Iedereen maakt zich klaar voor 2 nieuwe testen. Die zullen bepalen welke 12 verder kunnen strijden voor de titel. En zijn we erbij vanavond? Als het zo moet zijn, dan zal het wel zo zijn. Hè? Ik had eigenlijk al van het begin gezegd dat deze weekend dat er nou ging eindigen voor mij. Dus dat zullen we wel zien. Hè? In de torenkamer heeft Johan de nacht doorgebracht zonder zijn vriendin Lisbeth. Maar eenzaam was hij niet. Hier loopt nogal veel dingen rond dat hier niet moet zijn, niet meer. Dat eigenlijk in het licht moet staan en zo. Ja, dus dat moet overgegaan zijn dat hij nog een beetje is blijven hangen vanuit de oorlog, van het verleden dat hier nog is. Er is nog een aardig poetsvrouw aanwezig ook hier, dat hier niet echt meer moet zijn. En dan begint hij soms naar bruin zeep te rieken en zo. Dus ja, maar voor de rest, het was een aangenaam mens, maar hem zo gevraagd voor even te vertrekken. Voor de rest valt dat wel mee. Smakelijk allemaal. Dat zit hier vol met volk dat je niet meer moet zitten. Daarboven, hè? Ja. Bij jou dan ook? Ja. Bij mij waren ze de kamer nog aan het kussen, met bronzeep en zo. Oeh, haha. Ik lag er niet mee, ik begrijp dat. Zeg, manneke, stoppen, hè. Nou is het genoeg geweest. Nou ga je maar eens anders kussen, want ik wil een beetje slapen. Hè. Enkel shamaan Geert wacht nog even met ontbijten. Voor mij is shamanisme een manier om mij te verbinden met krachten uit de natuur. En die eigenlijk te linken aan krachten voor mijzelf. Hoi, 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 hey, hey.
als iemand anders zijn tanden poetst, sla ik op de trom en maak ik dat voor mij de dag met kracht en verbondenheid kan ingaan. Aan de tafel blijft Geert zijn stoel dan ook leeg. Ik denk dat hij aan het mediteren is. Ik heb hem naar de tuin zien lopen. En die zal wel een indiaan geweest zijn in zijn vorige leven, zie ik. Ik vind dat een hele speciale gast. Ja, hij heeft effectief tussen de indianen geleefd. Maar die heeft wel iets. Ja, zeker. Die heeft wel iets. Als ik mij wil ontspannen, dan steek ik mijn iPod in mijn oor. Verstand op nul en... Hey. Doe dat altijd voor het ontbijt, dan mediteren? Ja. En waarom? Ja, dat mokt eigenlijk de verbinding smorgens. De wat? De verbinding. Ja. Door te zingen en door te trommelen. Krijg je dan ook dingen door als je dat aan het doen bent? Ik krijg constant dingen door. Wat gaat hij zeggen, zeker? Enkel de 20 beste kandidaten blijven nu nog over. Zij worden vandaag onderworpen aan 2 nieuwe testen. Voor de eerste moeten ze zoveel mogelijk te weten komen over een groots verkeersongeval uit 1996. Nooit heeft zich op Vlaamse wegen een dergelijk dodelijk ongeval voorgedaan. Door een plotse mistbank raken meer dan 200 auto's betrokken in een kettingbotsing op de E17 in Nazareth. 10 mensen overleven het ongeval niet. Onder hen senator De Nair en zijn schoonmoeder Magdalena. Dag lieve. Hi. Kan je mij vertellen wat er exact gebeurd is op die 27 februari 1996? Mijn man heeft mijn moeder naar een behandeling gevoerd bij een chiropractor. Zij zijn uiteraard spijtig genoeg niet teruggekomen. Ze zijn al 2 overleden in een van de zwaarste accidenten die België gehad heeft. De kandidaten gaan zo meteen 1 voor 1 tot bij jou komen. Die zullen jou mogen aanvoelen. En ook een aantal voorwerpen die je hebt meegebracht. Hè? Deze voorwerp is een foto van je man. Ja? Dan is er de bril. Die had hij aan tijdens het ongeluk. Dan is er een foto van het wrak van de wagen. Die gaan we sowieso in een enveloppe steken, dat ze die niet kunnen zien. De sleutel van zijn auto, die steken we in het doosje. Voilà. Lieve, kun je nog 1 ding vragen als de kandidaten zelfs tot bij jou komen? Dat je geen emotie probeert te tonen bij alles wat ze zeggen. Heel veel succes en ik zie je straks weer. Goed. Ja. De kandidaten moeten 1 voor 1 de link proberen aan te voelen tussen Lieve, de voorwerpen en de kettingbotsing op de E17. Ghost Hunter Michel bijt de spits af. Ik zie geen beelden. Maar hier op de foto voel ik wel een warmte. Hier heeft iets te maken met een overlijden hier. Een ongeluk met een auto. Sleutels van een auto. Ik zie een weg. Daar is iets misgelopen. Niet een keer fataal. Stop, meer krijg ik niet meer. Ik vond hem goed. Michel zei direct auto-ongeluk. De autosleutels, dat was eigenlijk wel frappant. Alle kandidaten proberen met hun 6e zintuig het juiste verhaal te reconstrueren. Ik denk dat hier een sieraad in zit. Jules, Julien, Jules. Ze heeft haar man verloren. De sieraad, want zijn de muizen. Dat is altijd een verlies. Precies, of mijn lichaam is aan het vollopen met water. Volgens mij is het echt in het huis gebeurd. Verdronken, misschien van een boot gevallen of zo. Een boot, maar ik ben daar niet 100% zeker van. Ik denk dat hij verdronken is. Hopelijk voor Kevin brengt hij het er beter vanaf. Ik voel dat deze man er, ja, volgens mij niet meer is. Hij heeft hem is omgekomen in een ongeluk. Een auto-ongeluk. Ik denk dat het niet recent gebeurd is. Jaren 90.
Bedankt. Sterkte. We zijn toe aan de laatste test van dit selectieweekend. Aan de hand van foto's en voorwerpen moeten de kandidaten het verhaal reconstrueren van een van de grootste natuurrampen uit de recente geschiedenis, de tsunami. Op 26 december 2004 veroorzaakte een zware zeebeving in de Indische Oceaan een enorme vloedgolf. Meer dan 230.000 mensen komen om het leven, waaronder de Vlaamse Lutgarde. Dag Patrick. Peter. Hoi. Patrick, jij was in 2004 met je vrouw op vakantie in Thailand toen het noodlot toesloeg. Ja. We waren op een 19-daagse reis en dat was de laatste dag van onze vakantie. Toen de zee plotseling 200-300 meters achteruit trok. Tot in de verte in een geweldige witte muur met een gebulder, een afgrijselijk lawaai, afgestormd kwam. En toen, ja, toen was het lopen. Toen zijn jullie gaan vluchten? Toen zijn we gaan vluchten, ja. Tot het moment dat mijn vrouw zei, Patrick, ik kan niet meer, ik kan echt niet meer. Heb ik haar op de schouder gepakt. En nog een paar honderd meters verder gelopen. En dan zagen we een Thais gezin met een pick-up. En daar zijn we opgesprongen. Die wagen begon al te slingeren in het water. En ik ben uit die wagen gevallen. En dat is het laatste oogcontact dat ik met mijn vrouw had. En ik lag op mijn rug, zag de golf over de bomen komen. We spreken wel van 30 meters hoog. En dat is de laatste keer dat je haar gezien hebt. Ja. Peter, jij bent een van de beste vrienden van Patrick. En je bent vandaag meegekomen om Patrick bij te staan bij deze proef. Ja. Patrick, je hebt een aantal voorwerpen meegebracht die in verband staan met de ramp die toen gebeurd is. Ja. Het eerste voorwerp is een foto van Lutgarde. Ja. De tweede foto is eentje van de ravage. Die zullen we in een omslag steken. En als laatste voorwerp heb je een portefeuille meegebracht. Ja, haar portefeuille met foto's die erin staken. En een reispas met de laatste afstempeling van Thailand. De portefeuille gaan we ook in een zakje steken, dat de kandidaten ook niet kunnen zien dat die in het water heeft gelegen. Ik ben heel benieuwd of de kandidaten de link gaan kunnen leggen of ze iets gaan te weten komen over de tsunami. Patrick en Peter kunnen alles op een monitor volgen en zo de kandidaten beoordelen. Hi, Nico. Zo dadelijk in het zesde zintuig. Ik denk niet dat deze mevrouw nog leeft. Verdronken in het buitenland, ik ging strand. Ik krijg gewoon zo'n vakantie door. Straf. De 20 beste kandidaten worden onderworpen aan 2 testen. De eerste test draait rond Lieve. Zij verloor haar man en moeder in de gigantische kettingbotsing op de E17. Eén voor één proberen de kandidaten met hun zesde zintuig dat dramatische verhaal te achterhalen. Ik zie heel veel ravage op die foto. Ik geloof dat dat uw man is. Een ongeluk. Het heeft hem zijn leven gekost. In een andere zaal van het kasteel moeten de kandidaten het lot aanvoelen van een Vlaams slachtoffer van de tsunami in Thailand, Lutgarde. Haar man Patrick en zijn vriend Peter volgen in een aanpalende ruimte alles op een monitor. Hi, Nico. Nico, je zou moeten proberen het verhaal van Lutgarde te reconstrueren. Je krijgt daarvoor deze 3 hulpmiddelen. Oké? Dank je. Heel veel succes. Als ik winnig ben, kreeg ik hartkloppingen. Is het nu angst of paniek? Of het is echt mijn hart dat overgaat. Het is ook niet meer in leven.
Er is iets gebeurd. Er is iets plots gebeurd. Plots gebeurd, dat is wel. Ik krijg ook iets van het buitenland door. Ja, het buitenland is ook nog een leven. Het begin is al goed. Precies, of zij liep ergens en dat is ineens zo check. Ja, wandelen, een strandwandeling had dan toen gebeurde en toen gingen we lopen. Ja. Oké. Dankjewel, Nico. Je krijgt precies alles niet duidelijk. Ja. Maar er wel een goede opmerkingen bij. Dag, Gerrianne. Gerrianne, het is de bedoeling dat jij het verhaal van het Garten reconstrueert. Ja. Goed? Dank u. Oké. Jij ook. Je hebt blaadjes bij, zie ik. Ja. En wat doen die blaadjes? Mag ik dat even vragen voor je begint? Die blaadjes zijn van de bomen en die geven aarding. Dus dat ik hier blijf. Dus goede aarde. Goed aarde. Dat je niet zou wegzweven? Nee, dat ik niet zou wegzweven. Dus ik gebruik nu mijn hulpmiddel. Dus de pendel geeft ja aan. Die dame die is nog in leven, hè? Ik heb dus een idee dat ze dus haar hebben aangevallen bij haar thuis. Voel je dan een hele slechte pendel? Ja. Nee, het is niet thuis gebeurd. Oh, verandert, hè? Ja. Het is in een supermarkt, dus in een Delijze supermarkt, waar de bende van Nijvel heeft toegeslagen. Oh, de bende van Nijvel. Ja. En haar sterk verwond heeft, want zij was zo goed als dood. Maar zij is niet dood. Zij leeft nog maar met een blijvende handicap. Oké, dat is heel duidelijk. Dankjewel. Ik ga met dame al een rooien van een duurderse pendel te kopen. Ja. Dat is misschien beter. Ja. Aan Martine en Heidi om het beter te doen. Het is iets heel plots. Ik voel een paniek. Ik heb tekort aan adem. Ik voel verstikking. Mijn vrouw is overleden. Ja, ik reed zoiets met vakantie of zo. Eerst was het plezant. En plotseling gebeurt er iets. Zij was op de verkeerde plaats. Oké. Okay. Dankjewel, Heidi. Dankjewel. Vivianne begint aan haar test van de kettingbotsing op de E17. Ze bracht er haar tekenblok voor mee. Ik heb iets met vliegtuig. Was hij zelf piloot? Ja, ik heb iets getekend. Ik ga dat uithalen, want ik weet het niet. Ik weet niet of hij ooit een baard heeft gehad. Dus is dat vliegtuig neergestort. Als ik de mond bekijk, voor mij lijkt het er wel op. Maar ik zie het misschien anders als anderen, maar dat ik aan die baard kom. Ja, of ik juist het, ik weet het niet. Mijn man heeft dus nooit een baard gehad. Nee, daar zat Vivianne eigenlijk volledig naast. In de tuin van het kasteel wachten de kandidaten op hun beurt. Christel probeert zich al goed te concentreren. Ik ben in dialoog met mijn overleden schoonbroer. En ik vraag hem om mij bij te staan bij de komende testen, zodat ik helder kan voelen. Ik weet dat hij er altijd is voor mij als ik het vraag. En dus ik kan alleen maar hopen dat we dat samen goed kunnen doen. Dag Christel, fijn dat je er bent. Ik denk door de koude die ik voel, zoals jij kunt voelen, dat deze vrouw verdronken is. Daar is er vrij zeker van. Longen vol water, veronderstel ik. Verdronken. Verdronken in het buitenland. Ik denk strand, zee in het buitenland. Ik denk dat die vrouw op vakantie was en verdronken in het buitenland. Maar verdronken op vakantie, dus dat is wel goed. Die zit er wel sterk op. Oké. Oké. Hartelijk dank. Dank u wel. Het is jammer dat ze nu niet stopt, want... Nee. Ik denk dat ze meer tijd gaat dat ze... Ik denk het wel. Wie weet komt ook Sylvain snel tot de juiste conclusie. Mijn eerste indruk die ik krijg is dat zij overvallen geweest is. Dus, ze is overvallen? Overvallen, ja. Vastgebonden geweest dus. Vastgebonden. Seksueel misbruikt dus ook. Oh, dus het is totaal verkeerd. Is dat je conclusie? Dat is mijn conclusie. Oké, okay, dankjewel Sylvain. Ik had sowieso al eigenlijk geen prettig gevoel voordat ik naar binnen moest komen. Ik krijg ook
een koud gevoel. Ik denk ook niet dat het deze mevrouw nog leeft, eerlijk gezegd. Ja, dat is zeker een vast. Ik heb ook het gevoel dat het iets met een zuurstoftekort te maken heeft. Dat is ook een rol, bij ook een punt dat erop zit, wel een zuurstoftekort. Ik krijg zo een auto en volgens mij was er iets, die kon niet meer weg, zo precies. Ja, een auto denk je dan? Een diepe kap. Ik denk dat die klem heeft gezeten in een auto op een of andere manier. Dat is juist wat ik meegemaakt heb onder de auto. En die heeft ook druk op haar oren ervaren, op een of andere rare manier. Ja, druk op oren onder water, automatisch druk op. Ik denk echt dat deze madame met haar auto ergens in water is gereden. Zo voelt het voor mij. Wat zij nu zegt, hè? Daar heb ik de dag voor vertrokken naar Parijs, naar Thailand. Hè? Gewoon gedroomd. Ja. Dat mijn vrouw met de auto in de zee reed en vast zat en verdronken was. Hm. Daar wil ik het graag bij laten. Oké. Okay. Hartelijk dank, Annick. Dank je wel. Na de test begint Annick onmiddellijk aan een zuiveringsritueel. Ik was mijn handen omdat ik de energie die ik in het net gevoeld heb echt van mij af wil wassen, echt wil reinigen. Ik wil het echt van mij af hebben, omdat het toch niet heel prettig is wat ik eigenlijk gevoeld heb. Buiten is Maria zich op haar manier aan het voorbereiden. Ik heb twee eikenbladjes en mijn pendel en mijn lieve vrouwke met haar kindje. Ze vraagt ook dat ik haar kind wil in slaap wiegen, dus weeg ik en dat ze mij de sterkte mee teruggeeft. Ik voel mij goed nu. Ik zou zeggen, laat ze maar komen. Hallo, dag Maria. Hoi. Ik ga er eens even mijn pendel bij op overhouden. Een zware bedrukking. Ik ga weer beginnen in mijn neus. Ik heb dat gisteren ook al gezegd. Wat gebeurt er dan in je neus? Dat is in de plaats van tranen langs mijn ogen, dat de tranen eigenlijk langs mijn neus lopen. Ik krijg tranen naar de neus. Ja. Maar ze haar ogen moet snaten. Ja. Heel droog, heel droog, heel droog. Heel droog? Ja, ik voel heel droog, een heel droge. Dat is volledig tegenovergesteld. Ja. Droog. Droog is. Water is nat, hè. Smoor, smoor. En dat heeft volgens mij een soort, een soort ontploffing, brand of zo. Paf, boem. Dat gaat volledig, volledig fout. Oké, dankjewel, Maria. Geert is in opperste staat van concentratie. Wat gebeurd is met jouw man, is niemands, en ik herhaal, niemands schuld. Zowel de andere partij, en hiermee wordt bedoeld de andere auto, hadden hier geen zicht op. Voor mij is dat, hetgeen wat ik zie, is eigenlijk een verkeersongeval. Hierover kunnen geen misverstanden bestaan. Ik herhaal nogmaals voor u, mevrouw. U had dit op geen enkele manier kunnen vermijden. Intussen in de test met de tsunami is het de beurt aan Salvador om het verhaal van Lutgarde aan te voelen. Slagenverwondingen. Wat zeg je? Slagenverwondingen. Een soort moordgaan. Slagen en verwondingen. Dus jij denkt dat Lutgarde? Volgens mij wat ik doorkrijg en ik krijg de bevestiging van boven ook door, dan krijg ik jou. Helemaal naast. Totaal niks met mij. Ja. Maar ik krijg het woord letterlijk te zien voor mijn ogen, ja. En welk woord is dat? De ja, zie ik voor mijn ogen. Ja. Dus. De geesten praten niet met mij, maar ze praten wel in zinsbouw bij mij. En dan krijg jij die woorden? Dan krijg ik de woorden voor mijn ogen. Geest oproept met ondertiteling. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
Als laatste kandidaat is Sylvie aan de beurt. Wat ga je doen? Je kaarten gebruiken? Ja. Weet je wie de kaarten stond precies in zijn jobben? Wat is dit? Dit is... Het is iets dat geheim ligt. Je ziet het niet gebeuren. Je weet niet dat u gaat overkomen. Dat is een nagel op de kop. Dat is juist, ja. En mag ik even zien wat de andere kaarten zijn? Dit is de zon, ja. Maar dat wil zeggen? Voor mij is het een beetje buitenland, zo. In het buitenland, zegt ze, ja. Reis, vliegtuigreis. Vliegtuigreis. En het hart is liefde, te maken met liefde. Ik krijg iets door in verband met op reis iets tegenkomen, beklemmend. Ik krijg gewoon zo vakantie door, een mooie bestemming. Ergens waar dat de zon schijnt, waar het mooi weer is. Ja, zeker. Ja. Thailand is altijd mooi weer, bij manier van spreken. Je ziet weer al, ik krijg constant dezelfde kaart. En welke kaart is dit? Zee, water. Zee, water. Ja. Maar dit is wel een straf van toebak. Dat is een straf van madame, ja. Ja, ik denk, als ik dat samenvat, veel pijn, verlies, een overlijden van een bepaald persoon. En dat is gebeurd op reis. Ik zie water. Ergens in een warm land. Bestikkend gevoel. Ja. Beklemd. Allemaal waar. Allemaal gerust. Ja. Veel verdriet. Meer kan ik niet zeggen. Straf. Alle testen zitten erop. De getuigen evalueren nu de kandidaten. De 12 beste gaan door. De 8 anderen vallen onherroepelijk af. Wie gaat erbij zijn? Wie gaat er afvallen? Wie zijn nou de sterkste? Wie had er gelijk in de proeven? Dat vraag ik mij nu af. Ik hoop dat ik mag blijven. Ik hoop het. Ik heb eigenlijk wel hoop, ja. Ik heb zoiets van, pom. Het heel spijtig finesse vandaag gedaan is. Ja, dat is in een diepe put ik val eigenlijk. Ik ben maar nederige persoonlijkheid, een kanaal van hierboven. Ben ik erbij, des te beter. Ben ik er niet bij, is een ervaring rijker. Ik denk niet dat ik het heel erg slecht zou gedaan hebben, maar het zou fijn zijn als ik natuurlijk door zou mogen. Nou, het leukste wat ik vanavond zou horen, hè, is dat zowel mijn dochter als ik erbij zouden zijn. Beste kandidaten, ik heb geen zesde zintuig en toch kon ik al van daarbinnen aanvoelen hoe gespannen dat jullie op deze uitslag staan te wachten. Maar ik ga die spanning nu meteen doorbreken. Ik heb hier de 12 namen op mijn kaartje staan van de mensen die het best hebben gescoord op de testen van vandaag. De eerste van jullie die een plaatsje heeft verdiend bij de laatste 12 is Sylvie. Ik ben heel blij dat ik erbij ben. Ik had het een klein beetje verwacht, maar toch, ja, ik vind het super. Geert, ook voor u heb ik goed nieuws. Ik probeer altijd een beetje serieus te blijven, maar nu doe ik het goed. Rosemarijn, jij bent er ook bij. En nog iemand die kan verder strijden voor de titel is... Nicole. Super, heel content. Johan, uw vrouw zal u nog een tijdje moeten missen. Christel, jij bent er ook bij. Ik ben heel blij dat ik erbij ben. Ik ben bij heel weinig ervaring gekomen. En ik ben super blij, we gaan ervoor gaan. De 7e kandidaat is Annick. Want al keigek toen mijn naam geroepen werd en ik heb zoiets van... Laat me komen, ik ben er klaar voor. De volgende naam op mijn kaartje is de dame die nu wel schoenen draagt, Heidi. Super enthousiast. Ik had het totaal niet verwacht eigenlijk. Sylvain, jij mag je dochter Eline proficiat wensen, want zij gaat door. Oh ja, yes. Ik ben echt zo gelukkig dat ik er eigenlijk bij ben. Oh, ja, dat is goed. We zijn toe aan de laatste 3. En Michel, jij bent één van hen. Ja, super. Ik ben zo blij. Ik ben echt, echt heel tevreden. De voorlaatste kandidaat die ik gelukkig mag maken is Martin.
De laatste naam op mijn kaartje. Er is nog één plaats over bij de 12. En dat is Kevin. Ik ben echt super blij. Ik kan het niet geloven. Dat is 10 kilo van mijn lijf valt. Dus ik had het zelf nooit verwacht, maar hoe blij dat ik ben, dat is ongelooflijk. Echt waar. Voor mezelf ben ik er al een beetje ontgoocheld, dus, maar voor mijn dochter ben ik super gelukkig. De 12 kandidaten zijn gekend en vanaf volgende week mogen jullie 8 weken lang elkaar zesde zintuiggewijs de loef afsteken. Tot volgende week. Volgende week in het zesde zintuig. 4 kandidaten worden getest in de eerste voorronde. Ze zijn wel de eerste jongen hier, hè? Wat kunnen ze vertellen over Albert Einstein? 80 jaar geleden is iemand die heel veel aan het nadenken was. Formules. Kunnen ze geblinddoekt iemands beroep achterhalen? Dat is een vrouwenhand. Een reddingswerker of zo? Schoonheidsspecialisten. En wat voelen ze aan op de plaats van een gruwelijke moord? Ze wil mij iets laten zien. Oh, amai. 2 van hen gaan door, 2 vallen definitief af.